Welkom bij Allemaal Almelo deze week. We praten u bij over grote en kleine gebeurtenissen en evenementen in Almelo. De opening van het nieuwe stadhuis is de hele week uitgebreid gevierd. Het loopt als een rode draad door deze aflevering van Allemaal Almelo. Maar ook aandacht voor de Europa Run en de opendag van de modelbouwclub Almelo. Vanaf dinsdag was er elke avond een open huis. En daar hebben veel mensen gebruik van gemaakt. We nemen u mee op een kleine tour. Boeren, burgers en buitenlui. Hartelijk welkom bij de opening van het nieuwe stadhuis van de gemeente Almelo. Het Huis van Almelo. En ik heb uiteraard een nieuwe assistent, Sebastiaan. Mijn toekomstige opvolger. En Bastiaan, wat zeg dan? Hartelijk welkom in het nieuwe stadhuis. Juist, dat bedoel ik. Zegt het voort. Dat is hem. Welkom, dames en heren. Welkom. Heel goed. Laten ze verrassen. Mooi daar de pinten. U mag hallo in de benen, hallo. Almeloers, punt van nature, niet trots. Ja. Er is plek zat in deze herberg, er kan al meer bier, hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Ja, komt er maar Almelo hierop, Almelo hierop, gestop! Nee, dat is het verkeerde weer. Hij gaat stop! Hij trots bent op uw stad, uw stad, uw gemeente. Welkom, gebeurbel. Ik kan mijn markt net zien vandaag, de gemiddelde Almelo heel goede neurig. Woensdag was er nog een officieel moment, de openingshandeling door burgemeester Hermans. Naar haar idee is artikel 1 van de grondwet geplaatst in de rand van de binnenruimte in het stadhuis. Ze mocht zelf de openingshandeling doen. Dames en heren, mag ik u verzoeken wat richting de platte grond te komen in de vierde. Op dit gedenkwaardige moment van de dag dat wij het nieuwe stadhuis van Almelo officieel openen. Een mooi moment om bij stil te staan. Zo'n moment van feestelijke opening van zo'n stadhuis. Deze week staat in het teken van verleden, heden en toekomst. Met als centrale persoon in het verhaal Roos. En Roos, voor de Almeloers die de musical van Katoen en Nu gezien hebben, die kennen Roos. Ik sluit hier af. Ik neem de microfoon mee naar boven. Dank u wel. Dames en heren, wat geweldig dat u er allemaal bent. Vooral de jongens en meisjes die er zijn, heel erg fijn dat jullie hier zijn. Dat is ook heel betekenisvol. Jullie hebben vanmiddag gedebatteerd, dat ook geoefend op school. En vanmiddag aan ons laten zien hoe goed je punten kunt debatteren. Ik hoop op veel gesprekken en veel inbreng vanuit de stad. En ga ervan uit dat dit nieuwe gebouw gaat werken als een open podium, een open plek om te debatteren en aan te sluiten. Op die wijze, beste mensen, kunnen we met elkaar blijven bouwen aan het geluk van Almelo. Dan wil ik nu de kinderen vragen om mij te helpen bij de openingshandeling. Als we het doek niet laten zakken, maar omhoog trekken, wordt de tekst van artikel 1 van onze grondwet zichtbaar voor iedereen die het lezen wil. En ik hoop dat iedereen het lezen wil. Dank u.
Even terug naar de afgelopen week. Jaarlijks wordt tijdens de Pinksterdagen de Europa-run gelopen. De Almelopers is één van de 315 deelnemende groepen. En dit jaar voor het eerst met twee teams. De belangstelling voor het evenement wordt elk jaar groter. Ook op de route staan steeds meer mensen de lopers aan te moedigen. Tussen 3 en 10 trokken er een kleine 100 teams door de gemeente Almelo. Dit is een feest aan het worden dat die doorkomst van Europa Run. Ja, je ziet dat er elk jaar weer een stapje hoger komt. Hè? Dat de organisatie die ermee gemoeid is ook veel meer inspanningen verricht om hier die doorkomst te laten zijn en dat we weer de eerste prijs mogen halen. Dat zou toch wel heel uniek zijn, 4 keer achter elkaar. Ik vond het vorig jaar nog fantastisch, 3 keer achter elkaar, maar 4 keer achter elkaar natuurlijk nog fantastisch. Ik heb het gezien, ik heb een klein stukje van grote van het parcours, maar een heel klein stukje. Maar dat is fantastisch. En al de mensen die er zijn, dat geeft toch een kick aan de lopers wat je zo hoort van ze. En dat is zeker de eerste ontvangst bij Marie de Rocking en dan de laatste ontvangst bij Bornebroek. Ja, dat is fantastisch. Fantastisch. Het woord dat je diversitering noemt en ik kan het alleen maar beamen dat het zo is. Josse en Joyce, die zijn er helaas niet bij. Maar ook een andere die er dan bij is. Ja, en dat ben jij. Ja, en dat zat er niet in en het zit er nu wel. Ja, vorig jaar heb ik je uit moeten stappen. Omdat ik zelf borstkanker heb gehad. Nou kan ik gewoon weer meedoen. Maar meisje, dat is toch fantastisch. Hoe weet je het allemaal dan? Ja, geweldig toch. Ik weet alles. Ik heet Sinterklaas. Dankjewel, Sinterklaas. Hé, hey, geef haar in het roze, dames en heren. Maar het is een fantastisch applaus. Want wat een doorzettingsvermogen. En wat een geweldig dat ze dat ook nog even zelf wilde komen vertellen. Geweldig! De doorkomst van de Europa Run werd weer groot aangepakt en het was erg gezellig in de stad. De opbrengst van de Europa Run gaat naar de begeleiding van kankerpatiënten en hun familie. Onder het motto: we voegen leven toe aan de dagen wanneer er weinig dagen meer zijn in het leven. Met het geld wordt de laatste fase van terminale patiënten zo aangenaam mogelijk gemaakt. De Almelopers haalden samen ruim 40.000 euro op. De totale opbrengst van het evenement wordt pas over een aantal weken bekendgemaakt. Terug naar de opening van het stadhuis. Emar, wat ben je hier nou aan het doen? Nou hebben we net een nieuw stadhuis en jullie zijn de boel alweer aan het bekladden. Nou, zo zie ik niet. Het is eigenlijk meer verfraaien van het nieuwe stadhuis. Hoezo verfraaien? Waarvoor? We hebben een eigen muur gekregen en daar kunnen elke keer weer nieuwe kunst op komen. En vandaag zijn we bezig voor de Europa Runners. Het is gewoon eigenlijk een aanmoediging naar hun toe van Go Europa Runners. Go Europa Runners, hè? Ja, Almelo doet veel voor de Europa Runners, hè? Ja, inderdaad. Ja. Mag het wel. Mag het wel? Ja, dat mag ook wel, eigenlijk. Waarom? Het is voor een goed doel. Dat is waar. Zeg, heb je nog meer opdrachten? Volgende week hebben wij voor het nieuwe stadhuis, voor de opening ervan, mogen wij hier jong en oud neer gaan zetten. Dus eigenlijk een combinatie van oud en nieuw. Ja. Ja. En dan voor de rest van het jaar? Voor de rest van het jaar mogen wij hier verder kladderen met allemaal nieuwe projecten en met kinderen die eventueel mee willen helpen. Dus ja. Oké, die roep je hierbij alvast op. Ja, en dat gaat aan. Dus dan via Scope kunnen wij leerlingen mee krijgen, zeg maar. Dus ja. Ja, maar dankjewel. Geen dank. Terug naar de opening van het stadhuis. De sober opgezette festiviteiten boden meteen een podium aan Almelo's verenigingen om zich te presenteren. Door het hele stadhuis waren optredens van de muziekschool, de Almelo's orkesten, koren en bijvoorbeeld dansgroep Halmata. Staat hier nog niks? Oh, nee, stop.
in Caracalla, all to someone tell how Corazon depois este dia feliz não sei se eu podia ver. Er was meer te doen in Almelo. De modelbouwclub Almelo had vorig weekend een vaardag bij het clubgebouw van Vislust bij het Dollegoor. Een keur aan boten was te zien op het droge, maar ook in het water. Meneer Henk Webbing van de modelbouwclub Almelo. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Wat is hier vandaag? Wat staat hier vandaag te doen? Nou, we hebben één keer in het jaar hebben we eigenlijk een demonstratiedag, hè, een vaardag. En dan nodigen we ook een groot aantal andere clubs uit. Zustervereniging noemen we dat. En dan komen we hier gezellig bij elkaar. Nieuwtjes uitwisselen. Een beetje ahoer eigenlijk en zo en dat ook. En als het weer mee zit, dan gaan we varen. En hoe gaat dat nou eigenlijk met modelbouwen? Dat gaat via tekening? Ja, we hebben op onze club heeft een groot aantal tekeningen. En wij bouwen hoofdzakelijk vanaf tekeningen. Geen modeldozen, maar echt van tekeningen af. En dan de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers, die heeft ook een heel groot archief. Met duizenden tekeningen van boten, treinen, molens. Daar kun je zo gek uitdenken. En daar kun je tekening bestellen. En die wordt je naartoe gestuurd. En vandaar kun je dan gaan bouwen eigenlijk. Dit zijn de resultaten van heel veel handwerk. Jullie bouwen eigenlijk van scratch eigenlijk. Hè? Hout overal, afvalhout. En... Het is hoofdzakelijk hout. Hè? We maken gewoon eerst een spantenplan. Hè? Dan bouw je de spanten op en die worden dan bekleed met latjes. En daar komt dan weer hars overheen. Ik probeer om water dicht te maken. Hè? Maar kijk, het mooie van deze hobby is, het kost weinig geld. En je kunt er echt je fantasie in doen. Hè? Je probeert alles zoveel mogelijk zelf te maken. Hè? De kunst is om een mooi bootje te bouwen wat nagenoeg geen geld kost. Ja. Maar ik wil nog even weten, waar bouwen jullie in de winter? We hebben een clubgebouw aan de Apollolaan, in Inver. Daar zijn we elke donderdagavond van 6:30 tot 9:30. En daar hebben we allerlei machines. Van zaagmachines, schaafmachines, schuurmachines. Kun je ze goed uitdenken van, wij kunnen alles zelf maken. Als je daar lid van wil worden, want we kunnen nog een paar leden gebruiken. Die zijn van harte welkom. Moet wel vanaf 16 jaar. Donderdagavond in en in Verre. En hoe laat zijn jullie open dan? Van 6:30 tot 9:30. En dan is het over het algemeen is zo van, het eerste uur, anderhalf uur, dan wordt er flink gebouwd, geschaafd, geschuurd en dat ook en zo. Nou, dan komt de koffie en dan gaan we aan de tafel zitten en dan wordt er gezellig een beetje gekletst en we hebben echt een gezellige vereniging. Vele duizenden bezoekers kwamen over de vloer van het nieuwe stadhuis. Het koor van Katoen en Nu zong wat vermoedelijk veel bezoekers hebben gedacht. Het kost wat, maar dat hij ook wat. Yeah.
Dinsdag was er elke avond een open huis. We nemen u mee op een kleine tour. Hier beneden nu de musical die wij hier allemaal hadden vorig jaar. Wordt nog gedoet. Er zijn boerendansers, afijn te veel op te noemen. Ik wens u een hele fijne avond. U gaat met de lift zo naar boven. Maar eerst even beneden een beetje kijken. Dus, succes allemaal. Ja, ze hebben op jou gewacht. Ja, ik heb gewacht op jou. Ja, ja. Nee, hallo. Goedemiddag. Dat is goed. Ja, voor zo'n tijd. Ja, zo hoort dat, hè? Ja. Hierboven staan een debatwedstrijd gehouden in de raadzaal. Ik heb ze uit. Ja, maar dat lukt ook zonder dat pak. Hallo, zij gaat door. Vandaag zingen wij. Dit is een hele liefdallige dame. Dan weet u dat u niet bang moet zijn voor gele kaart. Want deze mooie dame is de rode kaart. En die is scherp. Dus geef deze rode kaart wel een dame wat man. Ja, ze hebben mij gevraagd om een en ander uit te leggen. Ik moet zeggen, ik kom zelf niet uit Almelo. Maar het is voor mij wel een eer om in het grootste stadhuis van Nederland te mogen optreden. Dat is niet voor iedereen weggelegd. We zijn gisteren begonnen en ik zie eigenlijk wel weer een beetje hetzelfde. Er staat één groep inwoners van Almelo met drie gedachtes. Ik zie hier mensen voor mij staan met een brede grijns en ik mag dit mooie stadhuis gaan bekijken. Ik zie ook mensen voor me staan met bult Gelderkost. Als uw blauw Almelo's bloed in de aderen kolkt van trots en tevreden. Wie ben je niet zo van pocht? Nee, je pochtenbreur, snoevenbreur. Toch? Wie ben je van snoeven? Nee, pochten, snoeven, maar even in de beter komen, dat is toch niet te veel meute. En waarom zou dat doen? Ja, wie zit net lekker? Wie zit net lekker? Dat hier steeds. Dat zijn die mevrouw in dat groene pak, hoor. Hè? Zie je dat? Wie zit net lekker? Oh, een actricepak. Hebben we er een extra actrice wie? Ja. Oh, dat moet geld deel weer. Krijgen zo weinig. Geld deel krijgen zo weinig. Maar waarom zo in de mening komen? Ja, omdat ik dat vraag. Ja, kijk, ik doe gewoon heel van die, hè. Sorry dat ik mag even interrumpen. Pien. Nog een hele grote letters laten blazen. Nou ja, Lord Blaas, die liggen allemaal op plat, hè? Ik kan niet meer horen wat ze in Enschede niet meer hebt. Ik hoor wel dat de Bestje Vondje ook weer in Enschede is. Een hele grote bekende artiest is ondergekomen. Ja, ik moet kijken wat ze het noemen moet doen. Maar het is kriek. Ik zit hier nog ergens.
tenslotte nemen we u nog weer even mee op de fiets door Almelo. Het Allemaal Almelo weekoverzicht. Terugkijken kan via onze website www.avisie.nl. Vanaf volgende week, vrijdag, is er weer een nieuw weekjournaal. Tot dan! ...30 en 31 mei. Indiëterrein Almelo. Julia, kijk voor kaarten op onze website.